Vandaag kijken we naar mensen die op een ander level zijn. Holy smooth. Oké, wat was een holy smooth? Nee joh, gaat dit echt lukken? Gaat dit echt? Nee joh. What? Oké, dit is ziek. Applausje voor deze man. Ja hoor. Hij doet dit ook net of dat hij dit elke dag doet, weet je wel. Het gaat gewoon zo smooth. Hoppa. En daar zit hij. Niks aan de hand. Hier hebben we een wat oudere meneer met een BMX. En laten we eens eventjes kijken wat dat hij allemaal in petto heeft. Jazeker. Oh, hij gaat erop staan. En gaat hij een zieke trick doen of niet? Ja joh. Oh! Oké. Lijp. Dat deed hij echt ontzettend smooth. We hebben hier 4 mannen met een hoepel. En, oh, wat gaan ze allemaal? Nee, joh. Gaat het lukken? Wel? Oké, dit is lijp, hoor. Dit hebben ze vast heel vaak opnieuw gedaan. Oh, ze kijken echt of dat dit altijd zo gaat, weet je wel. Dat is altijd het mooiste met dit soort filmpjes, weet je wel. Ook met van die trickshot video's. Mensen doen echt altijd of dat het niks is wat ze zojuist gedaan hebben. Net als deze mannen. Ze zijn niet eens blij. Dit is een stukje uit een oude Spider-Man film. En hier hebben ze geen CGI of edits ingebouwd. Dit is 140 keer opgenomen om dit shot perfect te krijgen. Kijk dan, hij heeft alles op zijn dienblad gekregen. Ziek hoor. Wat dan het vette nog is, is dat zij nu zegt, wow, great reflexes. Maar dat dit dus de eerste keer is dat het gelukt is. Dus ja, die mensen zouden echt heel erg graag willen juichen, maar dat doen ze niet. Deze man is heel erg goed met een knuppel. En dan bedoel ik niet dat hij de hele dag een beetje mensen in elkaar slaat. Maar kijk eens even wat voor tricks hij allemaal kan. Hij laat het ook zo stuiteren op de grond en dan vangt hij hem gewoon weer op. Wow, yo. Ik dacht toen net van het is een foutje dat hij hem laat vallen, maar het hoort er allemaal bij. Maar goed, als ik deze man tegenkom, loop ik alsnog met een hele boog om hem heen. Want ik wil geen knuppel tegen mijn hoofd. Deze gast is aan het opdrukken met 1 hand. Kijk dan hoe ziek. Wat ongelooflijk lijp. Dan heb je echt spieren. En wat? Nee joh, hou op. Is dit echt? Ja, dit is echt. Dit doet hij gewoon met een stok. En dan kan hij op deze manier opdrukken. Nou, en hier met de pink? Nee. En met een speld, hou op. Dit lukt hem ook gewoon. Jeetje, dit is wel heel erg ziek. Nee joh. En hier met een spijker? Oké, dit is echt niet normaal, mensen. Deze gast is nu officieel de sterkste man op aarde. Kan je een backflip doen die in een split landt? Oké, laten we eens kijken. Oh, wacht. Gaat ze daadwerkelijk in een split landen? Ja. Wow. Dit is lijp. Dit is heel erg ziek. Nice. Ik denk dat ik beide benen breek als ik dit probeer. Maar het zag er wel heel erg cool uit. Hier hebben we een tennisser. En hij schiet hier de bal naar een andere meneer toe. Oké. Wow, yo. Het zijn zieke panna's, hoor. What? Tennispanna's. Oeh, dit ken ik. Dit heb ik laatst nog gedaan in Game State, volgens mij. Dan moet je dus heel erg snel met je voeten doen wat er op het scherm van je gevraagd wordt. En dat gaat op een gegeven moment echt heel erg snel. Maar ze heeft nog gewoon perfecte score, hoor. Ja. Dit gaat nog best wel goed. Maar dadelijk gaat het in één keer heel erg snel. En dan wordt het heel erg lastig. Ik denk nu. Ja, kijk dan. Wow, joh. Nee, dit valt nog wel mee eigenlijk. Kijk, daar gaat ze. En gewoon een perfecte score, hè. Dat vind ik zo knap. Dat ze er geen enkele mist. Ik vind het knap dat deze vrouw niet gewoon zulke kuiten heeft. Dat zou je wel verwachten als je de hele dag zo staat te tapdansen. Deze man is op een ander level omdat hij heel erg goed een NPC kan nadoen. Ja, je ziet het. Dit is toch wel de grootste NPC die ik ooit gezien heb. Oh, hij gaat even zitten. Ook echt dat hupje, joh. Het is zo accuraat. Dit is echt of dat je in een videogame wereld zit ineens. Kijk dan hoe dat hij praat ook. Ja. Dit is wel mooi. Oh, en hij staat op. En wat gaat hij doen? Hij gaat er vandoor. Ja. Doei doei. Het mooie wat je hierbij moet beseffen is dat deze man ook gewoon in zijn slaapkamer dit staat te oefenen, weet je wel. Dan loopt hij gewoon zo door de slaapkamer heen. Je wordt hier niet zomaar goed in natuurlijk. Deze gast wil het onderste blokje van de Jenga-toren weg hebben. Zodat hij niet verliest, denk ik. Dit zal nog wel de enige optie zijn of zo. Nee, hij kan er boven gewoon uithalen trouwens. Of mag dat niet? Ik weet het niet. Oké, daar gaat hij. Gaat het hem lukken? Ja hoor, wajo. Ja, dan heb je sowieso gewonnen. Deze hond loopt over het ijs. En waarom is deze hond op een ander level? Oh, ik denk niet dat deze hond op een ander level is. Of zwemt hij eruit? Hm? Ik ben benieuwd. Oh, deze vrouw is op een ander level omdat ze die hond redt. Inderdaad. Wat een legend. Wat een ongelofelijke legend. Goed zo. Oké, ze krijgt hulp om eruit te komen. Kijk, en ze heeft de hond gered. Hé, applausje voor mevrouw. Wist je dat jij ook op een ander level bent als je even een duimpje omhoog doet? Probeer hem maar. Deze gast is heel erg goed met deze punching bag. En kijk, oh, het doet het snel hoor. Oké, okay. Wow, joh, hij is snel. Dit is volgens mij veel moeilijker dan het eruit ziet. Oké. Okay. Oh ja. Je kunt gewoon drummen met dit ding eigenlijk. En nu doet hij het gewoon met 2 vuisten. Wajo. Dit lijkt me zo satisfying om te kunnen. Ik zou dit alleen nog maar de hele dag doen. Wat is er met deze vrouw? Waarom heeft ze zo'n grote mond? Oh, wat? Dit is make-up. Nee joh. Zij heeft gewoon de hele mond gemake-upt. Ik moest echt even 3 keer kijken wat hier nou aan de hand was. Maar oké, ja, dit heeft ze wel heel erg ziek gedaan. Je zou er maar kunnen, joh. Hier moet ook zoveel tijd in zitten. Deze man gaat een hele zieke backflip maken, denk ik, of zo. Oh, wow, yo, heel clean. Maar leuk feitje, dat kan ik natuurlijk zelf ook. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Nee, wat dacht je nou zelf? Dat ik echt een backflip zou gaan doen? Je bent keihard geprankt. Deze gast gooit een bal op deze andere bal. En wat gaat hij ermee doen? Eens eventjes kijken. Hij trapt er tegenaan. Wow, dat zou je echt nooit verwachten. Oké.
En die gaat op de paal of zo. Of helemaal netjes in de hoek. Dat zou ook nice zijn. Wow, yo, oké. Dit is een perfecte bal. Kijk dan hoe perfect hij in die hoek zit. Ja, dit is lijp. Deze kerel is hartstikke sterk. En dat gaat hij eventjes laten zien. Want kijk eens even. Hij heeft hier, wow, yo, gewichten op zijn voeten. En hij gebruikt alleen zijn handen om naar boven te klimmen. Sowieso naar boven klimmen met alleen je handen is al lastig. En hey, nu doet hij dit ook nog erbij. Nou, kijk, hij heeft het uitgespeeld, mensen. Hij heeft het zeker uitgespeeld. Hij is zo sterk. Hij komt bijna bij mij in de buurt. Oké, we hebben hier een gozer en die heeft een draadje in zijn mond en daarmee kan die een knoop maken. Hoi, yo. Oké, en dit meisje kan die dat ook? Eens even kijken. Ja, zeker. Je hebt er helemaal niks aan. Maar het is wel een hele zieke party trick. We hebben hier weer iemand die wat met make-up gaat doen en oeh, ze maakt Donkey van zichzelf, van Shrek, weet je wel. Oké, ziek. En ze heeft haar ogen gebruikt als neusgaten. Dat is wel heel creatief. Het ziet er ook echt goed uit. Hey, yo. Deze video duurde 15 seconden en het heeft waarschijnlijk echt 3 uur geduurd om dit te maken. Altijd ziek om te beseffen. Deze gast maakt 3 verschillende tekeningen op deze manier. Kijk eens eventjes dan. Wajo. Wajo, wajo, wajo. Wie worden dit eigenlijk? Kan ik ze herkennen? Die rechter lijkt al een beetje op Freddie Mercury. Of het kapsel in ieder geval dan. Oké. Het worden echt 3 verschillende tekeningen. Kijk, met die middelste kan ik nog begrijpen dat het goed lukt. Maar met die linkse en die rechtse moet het echt lastig zijn om te doen. Oh, het zijn allemaal tennissers. Dit is een van mijn lievelings-tiktokkers. Deze man maakt echt de meest geweldige dingen van chocola. Het is echt enorm ziek. Wordt dit een sneeuwpop? Wat gaat het worden? Oké, hij snijdt er daar wat uit. Hij maakt het helemaal vlak hier zo. Oké. Dit wordt een been, denk ik. Ja. Hij maakt er wat streepjes op. Hij maakt het warm. Hé, kijk uit, hè. Chocola kan smelten, meneer. Nee, dat hoef ik deze man niet uit te leggen. Deze man heeft er echt enorm veel verstand van. En dit wordt een dier. Een giraf, misschien? Het lijkt een beetje op een giraf. Ja, het wordt sowieso een giraf. Dat kun je zien aan de lange nek. En dit wordt zijn hoofd. Ja, dit wordt een giraf. Kijk dan hoe gaaf dat dit eruit ziet. Echt, deze man kan toveren met chocola. Even serieus. En nu gaat hij het dus helemaal met eetbare verf een kleur geven. En oeh, hij heeft er tape op gedaan. Oh, dit is satisfying, dames en heren. Kijk dan even. Dit ding kan je dus helemaal opeten. Ik denk wel dat het heel erg lang duurt als je dit helemaal op wil eten. Maar kijk eens even hoe gaaf die eruit ziet. Als je dit kan, ben je echt op een ander level. We hebben hier een mevrouw die aan het skaten is. En wajo. Oké. Dat doet ze gewoon even hoor. Dit is wel heel erg knap. Dat lijkt me ook heel erg lastig om te oefenen. Het is niet alleen dat je een split doet. Maar je voeten moeten zeg maar ook nog helemaal draaien terwijl je die split doet. Anders dan werken die wieltjes natuurlijk niet. Hoe dan? Deze man maakt kunst van een glasplaat. En hij tikt gewoon heel erg snel op het glas. En op deze manier heb je dan een super vet kunstwerk. Dit is denk ik de enige kunstenaar die kunst maakt door iets te slopen. Eigenlijk is het wel grappig, want hij sloopt iets en tegelijkertijd maakt hij ook iets. En kijk dan, dit ziet er toch super gaaf uit. Wauw. Dit vind ik altijd zo gaaf en dit wil ik 100.000% zelf in mijn huis laten. Kijk dan eventjes, wauw. Dit is dus een Lego muur en daar zitten allemaal deurtjes in. En als je die openmaakt, dan gebeurt er iets zoals hier. Hier is bijvoorbeeld een disco. En hier heb je weer een ander soort Lego muur. En kijk eens even, hier heb je een hele oceaan met een soort van tiki hut. Kijk dan hoe gaaf dit gemaakt is. Dit wil je toch in je huis, even serieus. En hier heb je bijvoorbeeld een kluis met allemaal geld erin en dat soort dingen. Wauw, ja, dit ziet er ook heel erg ziek uit. Er zitten ook allemaal lampjes in, zodat het goed zichtbaar is. En hier hebben we iets wat eigenlijk niet mag, denk ik. Ja, dit lijkt een beetje op een geheime plantage. Maar het ziet er wel enorm ziek uit. Klik hier voor nog meer mensen op een ander level. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei doei. En vergeet niet te abonneren!